is Chrisje. Dit is een hondje waarvan ik weet dat hij uit de handel komt. En dat hij uiteindelijk door een handel op straat zit omdat hij hem niet wegkreeg, niet verkocht kreeg. En dat hondje heeft dus echt alleen nog maar kennis gezien. Maar hij is wel even bij ons in de gastzin geweest om hem wat beter te leren kennis maken en alvast een basis met zinnelijkheid te maken. Je ziet dat hondje, die hebben we nu ook alleen zitten, niet met zijn zusje, om toch aan mensen te laten wennen. Maar je ziet dat die angst en slag, die zit er gewoon in. Theoretisch is het zo dat de eerste 12 weken is de inprentingsfase van een pup, zeg maar. En in die fase moeten ze eigenlijk gewoon met zoveel mogelijk zaken kennis maken. Dus het liefst gewoon in een huiskamer waar kinderen, mensen, stofzuigen, alles langskomen. En dat heeft hij gewoon niet meegemaakt. En als dan de inslag van honden wat onzeker is, ja, dan houden ze een hondje over waar je echt veel werk in hebt om daar een stuk sociaal te maken.